Fokkeboy, het is halverwege februari. De transfermarkt is al eventjes dicht. Hoe kijk jij terug op afgelopen transferwindow? Nou, positief. Enerzijds voor onszelf dat we de ploeg bij elkaar hebben weten te houden. Aan de andere kant dat we er ook nog een plus bij hebben kunnen halen. Dus denk ik dat we dus nog sterker uitgekomen zijn. In een toch wel redelijk rustige transfer. Window, als je dan eigenlijk globaal kijkt, behalve Cambuur maar in de breedte. Met uitzondering van wat clubs die voor degradatie vechten in de Eredivisie. Die hebben natuurlijk behoorlijk huis gehouden, maar ja, dat is meestal een repeterend of een terugkerend verhaal. Ja, en zoals je al zei, Nick Dodeman erbij. Wat voor punten voegt hij toe aan dit team, vind je? Ja, Nick was eigenlijk bedoeld voor het nieuwe seizoen, maar ja, eigenlijk alle partijen wilden het ook wel wat sneller. Maar ja, dat betekent wel op het moment dat je gaat bellen, dan weet je, ja, gaat het toch wat geld kosten. Dus we hebben wel eerst gekeken van oké, okay, als wij dat gaan doen, wat zijn nou onze grenzen? Nou, daar zijn we netjes binnengebleven. En is dat gelukt en is hij is een toegevoegde waarde voor deze selectie, omdat het weer een andere type speler is dan de andere buitenspelers. Het is een jongen die balvast is. Het is ook een jongen die vanuit het middenveld, zeg maar min of meer, ja, we noemen het wel eens gelanceerd, maar eigenlijk een beetje gestuurd moet worden. En om hem in die eindfase te krijgen, en als we, in die eindfase heeft iedereen wel gezien wat zijn rendement is. Dus in die speelwijze is hij absoluut een toegevoegde waarde. Er is niemand weggegaan deze transferperiode? Is er nog wel interesse geweest? Ja, er is wel interesse geweest. Er is ook geïnformeerd, maar dat heeft zich aan de ene kant niet doorgepakt. Aan de andere kant is er wel degelijk serieuze optie geweest voor een speler van ons. Maar als een speler zelf gewoon heel graag bij Cambuur wil blijven en mee wil helpen om te promoveren naar de Eredivisie, wat ook zijn primaire doel is, nou, dan heeft de speler altijd het laatste woord. En dat is, op zich is natuurlijk ook wel positief, dat we dan op die manier toch iedereen binnenboord hebben gehouden. Ja. De contracten van Mitchell, Paulussen en Robin Mullens zijn onlangs verlengd. Kunnen we meer verlengingen verwachten aan komende tijd? Nou, we hebben natuurlijk die window afgewacht van wat zou er gaan gebeuren. Ondertussen, na het sluiten, zijn we ook bezig geweest met onze eigen spelers natuurlijk. Je noemt ze net al op, die zijn verlengd. Nu pakken we de draad op om binnen onze eigen selectie gesprekken aan te gaan met spelers waar we in het komend seizoen eigenlijk op basis van Eredivisie ook mee verder willen gaan. Ja, dat gaan we stap voor stap doen, want er is ook nog veel onzekerheid. Omdat we natuurlijk nog niet exact weten, gaan we wel of niet promoveren. Ik bedoel, we kunnen het hard roepen, maar daar moet je voorzichtig mee zijn. Anderzijds, hoe gaat de toekomst eruit zien? Corona speelt natuurlijk nog een rol. Gaan wij ook komend seizoen wel weer met publiek spelen? Er zijn nog wel wat onzekere factoren, maar dat wil niet zeggen dat je stil moet zitten. We gaan wel rustig door, dus ik hoop ook wel binnen een korte termijn meer duidelijkheid te kunnen geven. Welke dossiers liggen de komende tijd op jouw bureau? Nou, ik denk het belangrijkste dossier is het eigen elftal, ons eigen team. Dat we daar goed naar kijken. Behalve dat er contracten aflopen, zijn er ook opties. Dus ongeveer 40% van het team loopt af of heeft een optie. Dus wat het dossier op tafel ligt, is eigenlijk dat ik wel graag naar het raamwerk wil werken. En dan van daaruit gewoon heel gedetailleerd kijken naar welke positie zouden wij dan komend seizoen bij moeten hebben. Nou, als het betreft scouting, daar zijn we natuurlijk al lang mee bezig. We hebben een heel andere vorm van scouting nu toegevoegd vanaf oktober met de lockdown. Dus daar zitten we niet in stil. We zijn continu bezig met natuurlijk de contacten leggen, voorgesprekken voeren. En daarnaast hebben we natuurlijk ook onze opleiding, waarin we ook trainers, gesprekken hebben met trainers, waarvan we ook graag de opties willen gaan lichten. Ja. Tot slot, nog even het sportieve gedeelte. We zijn nog steeds koploper, maar er zijn twee ploegen die in de buurt blijven. Hoe spannend denk je dat het gaat worden?
Ja, dat blijft ontzettend spannend. Ja, ik heb er gewoon heel veel vertrouwen in. Maar ja, dat zegt nog niks. Dus ik ga er fel vanuit dat wij het gaan redden. Dat wij erbij zijn. Eerste twee mogen promoveren. We hebben ook gezegd, ons doel is promoveren. Op welke manier dan ook. Maar als je kijkt naar ons team en de breedte van de groep, dan kunnen we velen aan. Dat zegt wel iets over die jongens. Die zijn ontzettend gedreven. Ik ga ervan uit dat wij bij de eerste twee zitten. Maar het zal een gevecht zijn. En de Graafschap sluit ook weer aan. Hoe gaat Almere om met de druk die het met zich geeft om in die fase te presteren? Wij hebben dat vorig jaar een keer meegemaakt. Bovenaan gestaan, de koppositie een keer kwijt. Vervolgens het weer overgenomen. Teams die op twee punten kwamen van ons. En toch zijn wij rustig gebleven. Dus ik denk dat als het intern gewoon rustig blijft, als het team kan werken, dat het goed gaat komen. Ja, en dat we gevrijwaard blijven van natuurlijk corona. Want ik denk dat onze grootste vijand is en blijft. Dus we moeten allemaal scherp blijven, alert blijven. En hier goed mee om blijven gaan. Kortom, het doel is in zicht. Ja, het staat er allemaal goed voor, absoluut. De focus houden op het ultieme doel wat we met elkaar willen bereiken. Ook al is het heel leeg in ons stadion. Maar ik weet dat alle fans van ons zitten allemaal mee te kijken, mee te leven. Dat voelen wij van afstand. Dus in dat opzicht top, we gaan ervoor met elkaar.